Welkom op Wandelen over Begraafplaatsen. In een aantal filmpjes wil ik je meenemen over een aantal dode akkers. Wandel je met me mee? Op de Rotterdamse Sint-Laurentius begraafplaats wordt je welkom geheten door een bronzen engel met een bazuin in zijn hand. In deze film zien we straks een arcade en dat is in ons land best bijzonder. Prachtig zijn hier ook de vele restauraties en renovaties. Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie gingen de katholieke Rotterdammers op zoek naar een mogelijkheid voor een eigen begraafplaats en in 1869 werd die geopend. Oorspronkelijk was de naam Rooms-Katholieke Begraafplaats Krooswijk, maar dat gaf veel verwarring met de algemene begraafplaats met dezelfde naam. In 1999 werd de naam daarom gewijzigd in Sint-Laurentius, de patroon van Rotterdam. De architect heeft zich laten inspireren door het Italiaanse Santo Campo, een ommuurd heilig veld omgeven door een neo-Romaanse zuilengang met bovengrondse grafkelders. In 2001 werd binnen oude fundamenten een nieuwe kapel gebouwd. De gebogen wanden zijn blauw en het goudgekleurde dak zweeft boven de ruimte. Bij de uitgangsdeur kun je in zilveren letters een zin uit de Requiem mislezen. Mogen de engelen u begeleiden naar het paradijs. In 1494 werd Jan Krooswijk begraven. Bij zijn graf was een Mariabeeld met een lichtje dat altijd moest branden. In de 17e eeuw verdween het kerkhof en dus ook het lichtje. Maar sinds 1936 schijnt het eeuwige lichtje weer. Nu boven het poortgebouw. Er zijn een paar hofjes voor religieuzen. Zusters van verschillende congregaties die actief waren in Rotterdam. Op de begraafplaats zijn ook velden ingericht om de zusters te herdenken die hier ooit begraven waren, maar waarvan de graven zijn geruimd. Het teruglopen van het aantal begravingen had tot gevolg dat er in 2013 een crematorium in gebruik werd genomen. Er is op de begraafplaats een verstrooiveld en verschillende mogelijkheden om urnen te plaatsen of te begraven. In de Ronde Priesterhof vinden pastoors en paters hun laatste rustplaats. Ze liggen bij een beeld van de gekruisigde Christus. Het Zeemanshuis zorgde ervoor dat overleden zeelieden hier begraven konden worden. Ook is het mogelijk om een herinneringsplaatje toe te voegen voor overledenen die een zeemansgraf kregen. Bij de graven staat een monument van Maria met kind. Het is 2,5 meter hoog. Op Laurentius worden veel Kaapverdianen begraven die op Nederlandse schepen hadden gewerkt. Kaapverdië was een Portugese kolonie en veel inwoners waren dus katholiek. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen zij met hun gezin in Rotterdam wonen. Hun graven zijn met veel zorg aangekleed met beeldjes en bloemen. Ook katholieken uit Suriname en Oost-Europa vinden op deze begraafplaats een plekje. Op de begraafplaats kom je bijzondere graven tegen. Soms kun je een oude bouwstijl herkennen en het graf van Maria in een grot vond ik best wel apart. Het oudste nog aanwezige graf is van Ignaz Mietzke. Hij werd begraven in het eerste jaar van ingebruikname, 1869. Uniek is de arcade, die zelfs als voorbeeld heeft gediend voor de arcade op Sint-Petrusbanden in Den Haag. Jarenlang moest hij het zonder dak doen, omdat hij bouwvallig was geworden. Zowel de gemetselde als de latere betonnen grafkelders zakten zodanig dat overal scheuren optraden. Dit boekje van Rita Hulsman en Jannes Mulder heb ik met grote interesse gelezen. Tijdens de restauratie in 2007 werd een nieuwe fundering aangebracht en werd de achterwand gedeeltelijk opnieuw opgemetseld. Het was een verrassing te zien hoe mooi hij is geworden met zijn nieuwe houten dak. En kijk eens naar de kapitelen bovenaan de zuilen. Ze zijn gevarieerd versierd, onder andere met doodshoofden en kruisen. Monsieur Jansen was de eerste bisschop van Rotterdam. In 1983 werd hij begraven in de Priesterhof, maar in 2009 is hij bijgezet in een kelder bij de ingang van de arcade.
Achter zijn zerk staat het beeld van Sint Laurentius. In de keldergraven is de Rotterdamse katholieke elite begraven. Carolus Jacobus Blankenheim richtte samen met Hubertus Nolet de distilleerderij Blankenheim Nolet op. Zijn zoon Dominicus volgde hem op. Daarna was Josephus Blankenheim directeur van het bedrijf dat in 1970 werd overgenomen door Lucas Bols. Nu de tweede parel van Sint Laurentius. Familie Jamin is bekend van de snoepwinkels door het hele land. De snoepfabriek stond zo'n 70 jaar in deze wijk. Oprichter Cornelis Jamin en zijn vrouw Louisa Reuter zijn begraven in een schitterende neo-Romaanse grafkapel. In de zijramen zie je hun JR-monogram. Let eens op de symboliek. Op elke hoek zie je een engel met iets in zijn hand. Links en rechts van de deur bij de naamplaat zie je fakkels en een lauwerkrans. Boven de deur zijn weer engelen, deze keer met een vuurpot en een kruis. En aan beide zijden is een glas en loodraam met Maria met kind en Jozef. De kapel verkeerde heel lang in zorgelijke toestand, maar is in 2004 prachtig gerestaureerd. Ervoor staat nog een Jamin-monument. Weer met een engel. Je kunt lezen dat familie Jamin geparenteerd was aan familie Verkade. Ja, die van de koekjes. Een derde grafmonument van Jamin heeft ook weer een grote engel. Deze keer eentje met een trompet. Er is zelfs nog een vierde Jamin-graf op de begraafplaats te vinden. Met een afbeelding van een kruisdragende Christus. Naast dit graf is familie Koeberg begraven. Apothekerszoon Antonius Johannes Koeberg werd jeneverstoker. Tegenwoordig is deze naam synoniem met bessenjenever, maar die is pas van na zijn tijd. Anton Jongerhans ligt met zijn echtgenote en een deel van zijn nageslacht begraven in een bovengrondse grafkelder. Hij was in 1882 de oprichter van een servieswinkel aan de Hoogstraat. In 1953 opende de winkel aan de Binnenweg, die tot 2007 bestond en een begrip werd in Rotterdam. Talloze aankomende bruidjes, ook die van mij, hadden daar hun verlanglijstje liggen. De Three Jacksons was een accordeongroep die tussen 1940 en 1977 ruim 40 LP's uitbracht. Piet van Gorp speelde op zijn blauwe accordeon altijd de melodielijn. Op weg naar de uitgang passeren we het graf van Ruud Lubbers. Tot augustus 2022 de langstzittende minister-president van ons land. Naderhand werd hij hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties. Hij ligt, zoals veel bekende politici in ons land, onder een eenvoudige zerk. Bijzondere gedenktekens van grafkelders waarvan het recht was verlopen hebben een plek langs de buitenmuur gekregen. Fijn dat ze bewaard zijn gebleven. Dit monument met een sarcofaag, versierd met een duif en het gyro-symbool, stond vroeger in de arcade. Eenden op een begraafplaats had ik wel eens eerder gezien, maar een mini-kinderboerderij bracht toch wel leven op deze dode akker. Met een laatste blik op de poort verlaten we Sint Laurentius, met grote bewondering voor de vele restauraties. Ik weet begraafplaatsen die graag over dezelfde financiële middelen zouden willen beschikken. Dat was het dan voor deze keer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan ben je weer van harte welkom op Wandelen over Begraafplaatsen.